Daar krijgen we ze, de dame Iris Onwils met Nele van Molregem. Nele van Molregem, bedankt Nele en gezondheid zou ik zeggen. Marinus. Hier krijgen we ze, de dames, het compacte peloton. Vier ronden nog, four laps to go. Op de afdakke toer dat parcours. Nog vier ronden, dames. Ja, om zeg eens compacte peloton, enkele dames die er al wat achterwege zijn, laat ons zomaar noemen. De neutrale wagens erbij. De hulpdiensten. Drie ronden van het einde zijn we met onze dames. Three laps to go, toch kwart toer. Nog drie ronden, dames. En nog altijd een gegroepeerd peloton. Nog altijd een gegroepeerd peloton. Nog drie ronden, dames. En nog altijd een gegroepeerd peloton. Nog altijd een gegroepeerd peloton dat u hier aanbiedt bij het einde van de tweede ronde. Stefania Pilsen is gegrepen, is eraan voor de moeite. We hebben nog twee ronden af te leggen, dames. Akkoord, de toer dat parcourir, two laps to go. Nog twee ronden. En weerom iets meer dan... Ja, drie. Hè.
zit ze aan hun voren. Ja, ik zie het ook. Ik moet hem voor mij doen. Kom op! Kom op! Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Hoe is het? Even om stapping op gang te brengen, maar ze gaan de bel horen klinken, want we gaan naar de laatste ronde toe, Final Lap Demir Tour. Laatste ronde, dames, Final Lap Demir Tour. Nou, het is 33 minuten hebben ze nodig gehad om deze ronde af te leggen. En we zijn benieuwd wat er in die laatste... Dan tegen dat spurtende peloton straks. Ja, is maar de vraag dat ze kunnen standhouden. Kim van der Steen, Evelien Debout en Wiebke Rodick. Dat zijn ze met z'n drieën. We zien daar de koersdirectie. En dan moeten wij uit het peloton daar straks uit de bocht zien komen, dan is de spurt wellicht al op gang getrokken. Maar dan is maar de vraag wie de snelste benen heeft in dat damespeloton. De Ardoisé die daar afgeleid wordt. En dan zien, kijken naar de rensters. Als ze daar uit de bocht komen, wellicht zoals gezegd al de spurt dan al in volle gang. We hebben geen nieuws meer uit de wedstrijdradio nu, dus we veronderstellen dat... dat peloton samen is, want die 30 meter die zullen ondertussen wel dichtgereden zijn door dat peloton op dat trio. Met Wiebke Rodick, met Kim van der Steen en met Evelien Debout. En wie gaat er hier ginder zijn? Ze met z'n allen zijn ze al aan het spurten in de laatste 150 meter. Komen dichter en dichter nu. Oppassen de man met de vlag hier, want wie heeft de snelste benen in deze wedstrijd? Wie is de snelste? Holala, het is een zij aan zij. En ja, even kijken. En wie kan er hier ginder zijn? Ze met z'n allen zijn ze al aan het spurten in de laatste 150 meter. Komen dichter en dichter nu. Oppassen de man met de vlag hier, want wie is de snelste benen in deze wedstrijd? Wie is de snelste? Holala, het is een zij aan zij. En ja, even kijken. En we zagen daar toch Femke Geris vooraan zitten, die stak wel de arm op, maar ik wacht natuurlijk voor een officiële uitslag van de wedstrijd. Als ik het goed begrepen heb, Glenn 46, 37, 43. Oké, dank u wel. Dus uitslag dus op de eerste plaats krijgen we dan Femke Geris. Op de tweede plaats met het rugnummer 37 is Danny Christmas. En dan met het rugnummer... Okay, nog niet overlopen alsjeblieft. Ik heb gevraagd om te wachten totdat de wagen met de groene vlag is voorbijgekomen. Er zijn nog altijd dames die de wedstrijd moeten beëindigen. Dus hier een achterstand hebben opgelopen in die laatste ronde. Dus uitslag tussen de eerste plaats krijgen we dan Femke Geris op de tweede plaats. Met het nummer 37 is Danny Christmas. En dan met het nummer 42 krijgen we
Gaia Tottolina. Dat is het podium van deze wedstrijd. Daar. En dan moet de Vlonsen een film ontfilmen? Moet de Vlonsen een film ontfilmen? We mogen in die laatste ronde. Speciaal kampioenschap voor dames elite. Om te brengen. Wachten, afwachten wat het wordt. Dit is dan hier de huldiging van de ritmeslag. Op de derde plaats graag een applaus voor Gaia Tottolina van Mooi. Dat kan ik niet schrijven. Second place van Ray Britton, Danny Christmas. En de winnaars van deze wedstrijd van de Grand Prix van de Sportale Zinde, de Nederlandse Fonke Gees. En dan mogen wij vragen aan Joep Roes voor de trofee te komen overhandigen aan de derde in de uitslag. De voorzitter van de organisatie die de derde plaats gaat overhandigen aan Gaia Tottolina. Prachtige trofee. Gisteren was me aangedaan natuurlijk, ik heb even met haar gesproken, gisteren was me aangedaan van het overlijden van Carpoli. Maar toch een prachtige derde plaats van de steden van Staaien, de steden van Sport, die de trofee gaat overhandigen aan Lubbermeer. En dat is Danny Christus van Great Britain. Danny Christus. En dan de winnares die krijgt de trofee uit handen van de burgemeester, de heer Luchtman Hoge. Voor Femke Gees, de prachtige trofee als aandenken van deze, of aan deze overwinning. Ja, hij weet zwaar hoor, Femke. Hij weet zwaar. Het is nog niet zo zwaar als ik dat zei van Parijs trofee, maar toch. Dan hebben we de bloemen, denk ik, die aankomen. Klassische schrijvers, die gaan de bloemen overhandigen aan Gaia Tottolina. Klassische schrijvers, waar komt hij met de bloemen? Voor de derde plaats hebben we Jordi Mariers. Die komt voor de tweede plaats voor Danny. En de bloemen en de kuster natuurlijk. Jordi de kuster, die hoort erbij. Die hoort erbij natuurlijk, inderdaad. En dan de finalist, Femke Gees, krijgt de bloemen uit handen van Kenny Verkammen. Ook allemaal medewerkers aan deze organisatie natuurlijk. Dan hebben we nog een aantal flessen die eraan komen. En Kevin Verkammen die gaat een fles technisch vuur overhandigen. Waar zijn ze? Dank je, dus we komen er voor hun naar hier. Technisch, technisch vuur. Lekker biertje. Dan blijven we met de technisch vuur. Daar komt de chef protocol, Rijmond Verstijn, die komt eraan. Voor Kevin daar, dat is de oude trekker. Dan ook nog een fles die gaat overhangen voor door Jordi. Derde plaats dat daar, ja. Jordi die gaat daar ook nog een fles overhandigen. Jordi die staat daar, denk ik. Roman, ja. Dat is voor Danny een fles hier. En dan hebben we ook nog een fles die gaat overhandigd worden door Thomas Vriendjes aan de winnaar van Femke Gees. Dan hebben we nog een fles Schaapland, het lokale bier. Het stopt niet hoor, namens het stopt niet. We hebben nog Thomas Vriendjes die gaat een fles overhandigen van Schaapland aan nummer 3, aan Gaia. Thomas! Aan nummer 3, Thomas. Aan Gaia, ja, dan moeten iedereen kussen eigenlijk blijkbaar. Dan hebben we Kevin, die gaat dan aan Daggy overhandigen hier. En dan Francis Krijders, die gaat ook nog een fles overhandigen aan de winnaar. Hier is Francis Tremont. En komt naar u, ja. Meneer, dan is er uiteraard nog de champagne. Die komt er ook aan. De champagne en die gaat overhandigen voor de Mark de Groot. Drie flessen. Van Rian, Mark de Groot, die de drie flessen champagne gaat overhandigen
9 tussen. 3 maal 3. Hier. Ja, ja. Een Nederlandse, een Engelse en een Italiaanse. Oh la la. De winnares, Ben Gegeris, de tweede. En de derde, Gaia Tortolina. Dat komt nog wat, maar dat staat niet op mijn... Ja, je moet er maar zien dat ze de grenzen mee overbouwen. Dat staat niet op mijn papierstelling, dus... Dat komt nog wat hoor. Ik heb samen nog een potje bloemen. Dat is niet mogelijk. En nog wat bonen. Waardebond, denk ik. Dames en heren, mag ik een nader applaus voor ons podium van deze dames en heren? Iedereen is 20 in. Vindepaal, Kikkerpeer, Zenne Christus. Schortling, Zendepaal, Gaia Tortolina. En dan Jan van Baal, de provinciale voorzitter van Antwerpen, met die gele rode trui als provinciale kampioen. De medailles erbij, de zilveren en de bronzen medaille. Voor deze dames de gouden medaille nog. En de felicitaties voor iedere provinciale kampioen. Mieke Dox 2, Sarah Bouwing 3, en dan komen er nog bloemen aan. Jordi Marinus bloemen onder andere aan Pia de Klint. Komen er zo aan, dames, de bloemen. Jordi Marinus die gaat de bloemen aan nummer 3 onder andere. Dan Kitty Verkamme voor de zilveren medaille voor Shana Dalding. Shana Dalding die gaat ook... Jantje! Ria die dat gaat doen, Ria Bollandse. Dan de eerste maar een applaus voor de organisatoren. En we gaan haar nodig om die allemaal mee te organiseren. Ria Bollandse, de regio van Sint-Marie-Rus. De felicitaties erbij en de schoenen. En dan hebben we ook nog bloemen van, zie ik het, Kevin zeker? Ja, Thomas, Thomas. Wat anders dan op, Thomas is het, het papier staat, Thomas Wiltjes. Ja, daar is hij. Dan hebben we nog een prachtige beker die eraan komt. Een prachtige beker en die gaat, de beker, Ramon, de beker. Die komt eraan. De eerste op champagne. De champagne van Mark voor de dames. Mark de Groot van Trelan, een van de opsporen aan deze wedstrijd. En dan gaat Ria ook nog wat overhandigen, denk ik. Dat is te duur, hè? Het kan niet op hier in Thunderbos. Ja, boom en pakjes. Ik denk, dames, dat dat cola en producten zijn. Wel niet helemaal rol, als ik me niet vergis, als ik een stakje zo wat bekijk. Cola en producten. En is er dan nog een beker die er aankomt, denk ik? Die gaat er zodra aankomen, de beker. En die gaat onder andere worden door een van de mede-organisatoren, Ria Bollandse, gaat de beker onderhandigen aan de winnares. Van dit provinciaal kampioenschap, de nieuwe provinciale kampioenen. Alles is verop, denk ik nu. Hige, kan het er nog? Het kan er nog bij. Oppassen, want die ligt klaar hoor. Oppassen dat je niet valt. Zit er ja, in één keer op het podium. Nog een flester bovenop. En we zijn uitgedeeld, dames en heren. Het podium van het provinciaal kampioenschap. Voor onze dames en heren van Antwerpen. Winnaar, Nieke Dok, 2, Sarah Dalding, 3, Kia, de 10.
En natuurlijk ook de mensen van de organisatie van de Wielerbond Vlaanderen, Antwerpen, of Cycling Vlaanderen moeten we dus zeggen, Antwerpen. En de... Ja, goed man. Dan rijdt er weer van. Nee, ja, dat is de conferentie van de